Een van de belangrijkste beginselen in de democratie is dat iedereen bij elkaar mag komen om een politieke partij te beginnen. Maar wat nou als die politieke partij op zichzelf een bedreiging lijkt te zijn voor de democratie? Waarom en wanneer politieke partijen verboden mogen worden? Dat ga ik je uitleggen in deze aflevering van Verwijs Videocolleges. De rechtsstaat en de democratie die hebben een beetje een ingewikkelder verhouding met elkaar. Het is namelijk zo dat bij een democratie dat de meerderheid van de mensen samen besluiten mogen nemen over hoe de samenleving met elkaar moet omgaan. In een rechtsstaat is het daarbij belangrijk dat de rechten van minderheden, ook al is er maar één iemand, dat die altijd gerespecteerd worden. Ook als de meerderheid eigenlijk iets anders zou willen. Op die manier is de democratie dus eigenlijk een beetje beperkt door de rechtsstaat. En dat is ook de reden dat het zo kan zijn dat een politieke partij verboden mag worden in de rechtsstaat om de democratie eigenlijk tegen zichzelf te beschermen. Nou, wat nou precies de voorwaarden zijn en hoe zo'n verbod van een politieke partij precies tot stand komt, dat zit als volgt in elkaar. Laten we bij het begin beginnen. In een vrije samenleving is het uitgangspunt dat iedereen bij elkaar mag komen om een vrijheid en idee samen te brengen of tot uiting te brengen. Die vrijheid van vereniging is ook erg belangrijk, want het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op betoging of het recht van religieuze vrijheid, ja, dat zou eigenlijk weinig betekenen als je niet al mag beginnen met mensen bij elkaar brengen om een bepaald idee samen te komen. Dit recht is dan ook neergelegd in onze eigen grondwet en in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Om dit recht beter te begrijpen moeten we daarin kijken. En in artikel 8 van onze eigen grondwet, daar zien we bijvoorbeeld dat het recht op vrijheid van vereniging wordt erkend. En dat bij wet dat er beperkingen mogen worden opgelegd in het belang van de openbare orde. Dan geldt dus ook weer dat dit grondrecht weer niet onbeperkt is, zoals eigenlijk voor de meeste grondrechten wel geldt. In artikel 11 van het EVRM staat iets uitgebreider omschreven wanneer er een beperking mag worden opgelegd. En er staat in lid 1 dat in beginsel het recht van vrijheid van vereniging en de vrijheid van vergadering wordt erkend. Maar dat het recht kan worden beperkt, maar alleen als dat noodzakelijk is in een vrije samenleving. Als deze beperking bij wet is voorzien. En ook hier weer, als er een bepaald doel wordt gediend met die beperking. Zoals je zag in de grondwet en in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, zijn er bepaalde strenge voorwaarden wanneer dit recht kan worden beperkt. Nou, er zijn een paar elementen die daarin heel belangrijk zijn en die je ook best vaak tegenkomt bij de beperking van grondrechten. En de eerste is dat het bij wet moet zijn voorzien. Het is niet zo dat de minister of dat de gemeenteraad zomaar eventjes mag besluiten om een vereniging te verbieden. Er moet echt een wettelijke, duidelijke regeling zijn, die vooraf ook kenbaar is gemaakt, waarin staat wanneer een vereniging kan worden verboden. Tweede vereiste is dat het moet gaan om een beperking die echt noodzakelijk is in de vrije samenleving om het doel te bereiken. Nou, het kan dus niet zomaar zo zijn dat de wetgever voor elk wisselwasje gelijk het verbod op een vereniging uit de kast trekt. Ze zal echt steeds moeten onderbouwen waarom dit middel nou geschikt is om dat doel te bereiken. Waarom dat ook in verhouding tot elkaar staat. En waarom er geen minder ingrijpende maatregel beschikbaar was om datzelfde doel te bereiken. Laatste vereiste wat er nog bestaat is dat er ook een keer een bepaald doel moet dienen. Nou, vooral die regeling voor de openbare orde. In dat belang mag een beperking worden opgelegd, die kan vaak terug. Maar ook ter bescherming van de nationale veiligheid kan dus eventueel een vereniging worden verboden. Nou, een van de wettelijke gronden die je wel eens ziet als het gaat om het verbieden van een vereniging is de wet op de weerkorpsen. Op grond van deze wet is het niet toegestaan om een soort burgermilitie op te richten en zelf maar soldaatje te gaan spelen op straat of bij een demonstratie met wapens te gaan demonstreren. En is dus eigenlijk op die manier een wettelijke beperking aangebracht op de vrijheid van vereniging. Een van die wettelijke bepalingen waarmee in Nederland is geregeld dat de vrijheid van vereniging kan worden beperkt, die ligt in het burgerlijk wetboek. En dat is het wetboek wat eigenlijk gaat over rechtspersonen, hoe die mogen worden opgericht en wat de regels daarvoor zijn. In artikel 20 van boek 2 staat erover het volgende. Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, die kan door de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie verboden worden verklaard en ontbonden. In lid 2 staat dat de rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde, dat die ook door de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie kan worden ontbonden. Nou, er zitten een aantal elementen in die belangrijk zijn. Ten eerste is het moet gaan om een rechtspersoon. Dus het kan niet zomaar zo zijn dat een groepje gasten die bij elkaar is gekomen, maar niet echt een vereniging hebben opgericht. Ja, daar is dit artikel eigenlijk niet zo zinvol voor. Het tweede element is, het Openbaar Ministerie moet het verzoek indienen. Dus het is niet zo dat zomaar een minister of dat een politicus mag verzoeken om een vereniging te verbieden. Het Openbaar Ministerie moet dat verzoek aanhangig maken.
komt ook nog eens een keer een rechter bij te pas. Dus de rechtbank die besluit uiteindelijk om wel of niet dit verzoek toe te wijzen. En dat maakt dat er dus op een bepaalde manier echt wel een onafhankelijkheid in het systeem gebakken zit. Dat niet zomaar één politicus zijn macht kan misbruiken en een bepaalde politieke beweging of eigenlijk welke vereniging dan ook kan verbieden. Het moet gaan om een stukje van de openbare orde. Dus het belang van de openbare orde moet gediend worden bij de maatregel die genomen wordt. Nou, ik ga zo meteen wat verder de diepte induiken wat nou die openbare orde precies is. En ik heb daarvoor moeten kijken naar de memorie van antwoord bij de wet waarmee deze bepaling is opgenomen. Het is een ingewikkeld stuk tekst, maar wel heel belangrijk omdat een stukje wat is nou precies openbare orde, dat bepaalt eigenlijk voor een heel groot deel de vraag wanneer een beperking nou terecht is of niet. In de memorie verantwoord bij deze wet staat het volgende. Slechts handelingen die inbreuk maken op de algemeen aanvaarde grondvest van ons rechtsstelsel, die kunnen het verbod van een vereniging of andere rechtspersonen rechtvaardigen. Ongerechtvaardigde aantasting van de vrijheden van anderen of van de menselijke waardigheid. Gebruik van geweld of bedreiging ermee tegen het openbaar gezag. Of tegen diegene met wiens opvattingen met men het al dan niet op goede grond oneens is, valt er ook onder. Net zoals rassendiscriminatie en andere verboden discriminatie. Evenzo het heulen met een mogelijkheid, een vijandige buitenlandse staat eigenlijk, waarvan valt te verwachten dat zij een geboden kans om ons volk te onderdrukken zou grijpen, het weerstreven, dus eigenlijk het verzetten tegen onherroepelijke rechtelijke uitspraken of onrechtmatige benadering van anderen als middel om het bestaan van de rechtspersoon te rekken. Ten slotte het behoren tot strijdig met de openbare orde en goede zeden te worden aangemerkt, uitlatingen zoals het aanzetten tot haat en uitingen die verboden discriminatie inhouden of mensonterend streven zoals in de literatuur gegeven voorbeeld van een pleidooi tot het doden van bepaalde volkingsgroepen straffeloos te maken. Al deze voorbeelden hebben gemeen dat zij een aantasting inhouden van als wezenlijk ervaren beginselen van ons rechtsstelsel en die op grote schaal toegepast ontwrichtend zouden blijken voor deze samenleving. Nou, dit is dus het vereiste waar je aan moet voldoen. Wil je zeggen dat er een vereniging is of een rechtspersoon is die in strijd is met de openbare orde? Dus je zou best kunnen verdedigen dat die lat erg hoog ligt. En dat we het niet hebben over beledigend of kwetsend, maar echt over schadelijke, mogelijk bedreigende maatregelen voor onze democratie. Met betrekking tot politieke partijen in het bijzonder moet je nog een keer extra terughoudend zijn met het verbieden of beperken van de vrijheid van vereniging waar ik het zojuist over had. Politieke partijen hebben namelijk een extra belangrijke rol in de democratie. Ze brengen ideeën naar voren die bepaalde mensen nu helemaal hebben. En als die ideeën nou de kop in worden gedrukt, dan verdwijnen ze niet, maar worden ze alleen niet meer gehoord. Er zijn mensen in een democratie die zeggen dat je dan nooit een politieke partij moet verbieden. Die zeggen dat als je een politieke partij hebt met ideeën die we met een grote groep mensen verwerpelijk vinden, maar waar ook heel veel steun voor te krijgen is, dan moeten die gehoord kunnen worden. Die mensen zeggen ook dat als een politieke partij nu eenmaal hele gevaarlijke ideeën heeft, maar wel er genoeg steun voor te vinden is, ja, dat dat een beetje het lot is van de democratie, dat dat dan de wil is van de meerderheid, dat je daar naar moet luisteren omdat dat idee nu eenmaal voldoende steun heeft gekregen. Er is zelfs een minister geweest van het CDA die jaren geleden in 2006 heeft verdedigd dat als er maar genoeg mensen te vinden zijn, genoeg steun te krijgen is voor het aannemen van de sharia-wetgeving in Nederland, dat je daar dan gevolg aan zou moeten geven. Nou, ik en heel veel juristen vinden dat een matige benadering en dat zit als volgt. In de democratie is het inderdaad zo dat de meerderheid in beginsel besluiten kan nemen, maar het is dan wel zo belangrijk dat vervolgens ook weer terug kan worden gegaan naar de oude situatie. Stel nu dat er een partij is die de democratie letterlijk zelf omver wilt werpen, dan kom je vervolgens nooit meer opnieuw tot democratische besluitvorming. Er zijn bijvoorbeeld landen aan onze oostgrens, wat verder weg dan Polen, waarin er eigenlijk nog wel een democratie is in naam, maar niet meer in de praktijk, omdat het bijna onmogelijk is om daar nog op een eerlijke manier verkiezingen te bedrijven. Daaraan zie je dus eigenlijk dat een democratie in naam kan overleven, maar als er politieke partijen zijn, ja, die daar te veel beperkingen willen opleggen, dan moet je de democratie eigenlijk tegen zichzelf beschermen. Moet je die beschermen tegen de tyrannie van de meerderheid. En dan zou je dus voor politieke partijen wel een beperking kunnen opleggen. Kernvraag van het videocollege is natuurlijk, hoe is nou de regeling in Nederland precies voor het verbieden van politieke partijen? Nou, ik moet je teleurstellen, er is geen specifieke wettelijke regeling die dit regelt. Dus we moeten het echt doen met artikel 20 van boek 2 van het burgerlijk wetboek. Maar wanneer kan je nou zeggen dat een politieke partij zodanig gevaarlijk is voor de openbare orde, dat deze eigenlijk verboden moet worden?
Nou, normaal gesproken ga je dan de jurisprudentie kijken, andere uitspraken waarin dit artikel is toegepast voor een politieke partij. Maar het is maar heel weinig gebeurd in Nederland dat een politieke partij verboden is. Ik heb in de recente geschiedenis heb ik 4 voorbeelden kunnen vinden. De eerste is eind van de 19e eeuw, dat de Revolutionaire Socialistische Partij, de Sociaal-Democratische Bond van partijleider Ferdinand de Mela Nieuwenhuis is verboden, omdat deze partij een socialistische revolutie bepleitte. En het ging niet alleen over het idee dat ze socialistisch waren, maar meer over het idee dat ze dus onwettige middelen en eigenlijk ondemocratische middelen, gewelddadige middelen wilden inzetten om die revolutie, om die te bereiken. Tweede voorbeeld wat ik kon vinden is de Nationaal Socialistische Beweging, ook wel bekend als de NSB. Deze partij die is verboden verklaard omdat meerdere leden werden veroordeeld voor oorlogsmisdrijven die ze in de oorlog hadden gepleegd. Ook nog eens een keer de staatsgevaarlijke aard van die partij. En die partij is dus vlak na de oorlog is die verboden en ontbonden. In 1956 is een partij verboden door de Hoge Raad die de Nationaal Europese Sociale Beweging heette. En die was opgericht door Paul van Thienen. En Paul van Thienen was een voormalig commandant van de Waffen-SS, van de Duitsers. En deze partij draagde eigenlijk ook neonazistische ideeën uit. Het ging ook weer echt om het uitsluiten van Joodse mensen. En daar hebben ook gevaarlijke insinuaties over wat er dan met de hele bevolkingsgroepen zou moeten worden gedaan. Vervolgens is dit verbod een tijdje niet meer toegepast, tot 1998. Rond de jaren 90 was er een Nederlandse partij, de Centrumpartij 86 van Jan Maat. En dit was een partij die heel veel ophef en furoren maakte met het uitsluiten van de buitenlanders. Wij schaffen zodra we de mogelijkheid en de macht hebben de multiculturele samenleving af. Vol is vol en eigen volk eerst. Nou, dat was een beetje het programma van deze politieke partij. En nadat al eerder meerdere partijleden van die partij waren veroordeeld voor het doen van opruiende of gevaarlijke discriminerende uitlatingen, is uiteindelijk ook die hele partij integraal verboden in het eind van de jaren 90. Dat zijn dus eigenlijk maar de 4 voorbeelden waarin het verbod daadwerkelijk is toegepast in Nederland. Ik heb ook nog wat Europese uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens erbij gepakt om iets meer handen en voeten te geven aan de vraag hoe wordt er nou in de praktijk met deze verboden omgegaan. Nou, een van de bekendste uitspraken gaat over een Turkse beweging, de Refa-partij. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar dat was een partij die de scheiding tussen kerk en staat wilde opheffen. Die wilde eigenlijk dat er voor mensen van een bepaald geloof en mensen zonder een bepaald geloof, dat er aparte rechtbanken met andere regels zouden worden ingesteld. Nou, de Turkse overheid heeft toen ingegrepen, heeft gezegd dat gaan we niet doen. En het Europees Hof heeft gezegd van nou, dat is een goed idee. Als je op die manier jouw eigen scheiding tussen kerk en staat, dus zo'n belangrijk rechtsstatelijk beginsel wil verdedigen, dan is het heel realistisch en heel geëigend en ook prima dat jij een politieke beweging die dat wil bereiken, dat je die verbiedt. Interessant was wel, die partij begon echt wel veel zetels te krijgen. Die hadden ongeveer 140 zetels in het Turkse parlement. En pas op dat moment zijn verboden. Dus dat is eigenlijk een interessant antwoord op de vraag, wanneer ga je een partij nu eigenlijk verbieden? Nou, een paar andere leuke uitspraken. Het is zo dat je een verkiezingsprogramma, als daarin hele heftige, bijvoorbeeld antisemitische teksten staan, dan is dat op zichzelf al een voldoende grond om een politieke beweging te verbieden. En in andere situaties kan je kijken naar de partijleider. Dus wat zegt de leider van één partij? En kan je hem alleen aan de hand daarvan al een politieke beweging verbieden? Nou, daarvan zei het Hof, alleen als er echt een oproep is tot een gewelddadige opstand, dan pas zou je mogen ingrijpen in de politieke partij op basis van wat alleen de partijleider heeft gezegd. Laatste uitspraak die ook wel interessant en maar ook heel belangrijk is. Het is niet zo dat je als politicus nooit mag bepleiten om de grondwet te wijzigen. Ik heb er zelf ook wel een keer voor gekozen om artikel 120 van de grondwet te schrappen. En als er een politieke partij zou zijn die onder die vlag dat zou verdedigen en daarom verboden zou mogen worden, ja, dan kan je nooit meer een discussie hebben over de grondwet. Dus het idee dat je alleen de grondwet wil wijzigen, dat is onvoldoende om een politieke partij te verbieden, omdat deze gelijk in strijd met de rechtsstaat zou handelen. Er moet echt meer aan de hand zijn dan dat. Knappe ingewikkelde regelingen dus. Je kan je afvragen wat je daarvan moet vinden. Als je het mij zou vragen, ben ik heel tevreden met hoe de regeling in elkaar steekt en ook hoe die wordt toegepast. Het is namelijk een noodrem die alleen bij hele hoge uitzondering wordt toegepast. Het is heel belangrijk dat die er is, want in een democratie heb je denk ik echt een soort vangrails nodig om te zorgen dat de politici met verkeerde ideeën, dat die ook ergens een grens tegenkomen waar ze niet overheen kunnen gaan. Maar die moet alleen bij hoge uitzondering moet die vangrail worden tegengekomen. Als je te makkelijk politieke partijen, als je die te makkelijk gaat verbieden, bijvoorbeeld omdat ze hele rare uitlatingen doen, omdat ze opvattingen hebben waar je het heel erg mee oneens bent, of waar je van geschokt of beledigd of waar je gekwetst door raakt,
Ja, dan gaan die opvattingen gaan niet weg. En die mensen ook niet. Die gaan ondergronds, die opvattingen gaan doorbroeien. En dus denk ik vooral de taak van politici om die andere mensen daarop aan te spreken, om daar op een open manier debat mee aan te gaan, dan dat het zinvol is om bij elke keer als je een politieke partij kwetsend of beledigend vindt, om te roepen om die politieke partij maar te verbieden. Ik hoop je dus in deze aflevering het een en ander te hebben geleerd over de voor- en nadelen en de uitleg en de toepassing van een verbod op politieke partijen. Als je het een leerzame aflevering hebt gevonden, neem dan zeker even een abonnement op mijn kanaal op YouTube om de volgende afleveringen binnen te zien komen. Laat ook even een like of een vraag achter als je nog openstaande vragen over dit onderwerp hebt. En anders zie ik je graag bij de volgende aflevering van Verwijs Videocolleges. Tot dan!